ik denk het eindresultaat. Daar krijg je echt een kick van. Hetgene wat je bouwt, dat je het ziet groeien, dat je langzaam het project groot ziet worden, dat een klant ook blij is, dat je ook ziet dat die klant blij is. En dat je het ook samen doet met het team, dat het team ook blij is met het resultaat wat je samen gemaakt hebt. Ja, daar word ik denk ik wel blij van. Ja. Toch wordt de combinatie van het tekenen, maar ook het coördineren ervan, juist de controlerondes. Je bent als modelleur zijnde eigenlijk de spul, de coördinatie binnen het team. Dus ja, je bent echt met alle partijen binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie ben je in contact om je model gewoon goed te krijgen. Wat wij echt anders doen dan bij een ander traject, dat je echt, je gaat van A tot Z ben je betrokken bij een traject, bij een project. Je doet veel meer dan alleen tekenen. Ik loop er op de bouw mee, ik heb ook op de bouw getekend, ik heb ook als uitvoerder op de bouw gelopen. Ja, je coördineert ook, je overlegt veel, vooral veel communiceren. De verantwoordelijkheid ligt daar waar die hoort, echt bij je team. Nou, ik krijg eigenlijk energie van de vrijheid en de verantwoordelijkheid die je hebt tijdens een project. Het is wel hetgeen wat je op papier zet, zo wordt het ook gemaakt. Het is niet dat daar nog weer, ook in drie ogen weer, jou nog weer controleren van is het daadwerkelijk goed. Eigenlijk wordt op basis daarvan wel echt gewoon volledig op je vertrouwd van als je geen vragen stelt of geen zorgen uitspreekt, dat het dan ook gewoon goed gaat en dat het ook allemaal gewoon volgens planning loopt. Nou, het zijn ook al een redelijke club modelleurs bij elkaar. Nu zo'n 17 personen in een vaste schil. Kijk, als het gaat om de kennis qua modelleren, hebben we hier heel veel verschillende facetten van modelleurs. We zitten hier met behoorlijk wat modelleurs die allemaal weer andere kennis hebben op het gebied van het modelleren in Revit. Daar leer ik ook nog wel het nodige bij, want iedereen heeft er anders kennis en ervaring van of die krijgt wel andere zaken mee. Opleidingsmogelijkheden, dus je kan persoonlijk heel goed groeien. Veelzijdigheid, diversiteit in projecten. En ook wel de projecten die je hebt. De projecten maken het soms ook heel uitdagend. Je hebt, hoe complexer een project is, hoe meer energie ik er eigenlijk van krijg. Want ja, des te meer moet je afstemmen en des te meer kun je je fantasie en energie en creativiteit ook benutten bij een project. Ja, plezier is hier ook wel belangrijk. Dat ervaar ik zelf ook. We hebben Anne Steggen, die investeert altijd heel veel in je. Dan merk je niet alleen cadeautjes, maar ook gewoon de aandacht die je krijgt. Je hebt ontzettend veel mogelijkheden binnen het bedrijf. Het is niet alleen modelleerwerk, er zijn heel veel mogelijkheden eromheen. Dus je kan aan alle keukens binnen het bedrijf kijken. Je bent hier absoluut geen nummer. Je bent echt een belangrijke speel in je projectteam. Eigenlijk een heel belangrijk radertje die erin zit.